Maar mensen, kijk eens eventjes. Engel heeft een lange broek aan, grote schoenen aan. Mijn grote een lange broek aan. Die doet nou ook andere schoenen aan. En we gaan zo rijden. We gaan naar Frankrijk. En we hoorden net van die meneer, van die beheerder. Of tenminste de eigenaar van dit plekje. Die kwam net. En die zei dat het in Frankrijk heel mooi weer is. Dus we gaan de goede kant op. En kijk eens wat we kregen van hem. 2 punten Fokkia broodjes. Zien jullie dat? En Fokkia broodjes die... je kent het net al. Die zijn echt onwijs lekker. En ik denk dat deze zelf gebakken zijn. Heel lekker. En Jacob en Marion die staan nou daar. Want die zijn aan het surfen. Maar ik hoorde dat er... op die volgende plek waar we heen gaan. Dat is een camper car park Frans. En... Er zijn wel meer geweest. Oh, halve tank water hebben we. Nou, je zegt dat je daar kan tappen. Dus onderweg heb je geen halve tank water nodig. Nee. Toch? Nee, nee. Ik zeg oké, maar dat doe ik natuurlijk niet goed. Ik moet natuurlijk nog even zeggen, als er weer iets bijzonders is, laten we het jullie weer zien. We gaan dus over de kol heen, hè? Oh. En geen tolwegen, dus het wordt lekker rijden. Als het dan nog ook een beetje mooi weer is, dan is het helemaal lekker. Oké. Okay. Nou, mensen, we doen niks anders dan stijgen, stijgen, stijgen. En kijk eens. Helemaal mistig. Oh. Jacob stond hier te wachten. Oh, kijk, Napoleon. Ja, goed, Napoleon. Gezien, Col de Magdalena was open. Ja. En dat is waar wij overheen gaan. Dit is het niet. Dus ik denk, zet hem even aan. Kijk of er nog weer een keertje dat berichtje komt. Ja, dat was digitaal over de weg heen. Hè? Oh, oké. Okay. Het eerste bergdorpje, jongens. Ja, ja, je zit nu al. Je zit nu al aardig hoog, ja. Ik moet zometeen maar weer even een paar van die screenshots maken. Dat is wel leuk. Tweede bergdorpje, mensen. Iets minder druk als die eerste, zo te zien. Ja. Maar, oh kijk, een heel groot hert. 810. Kijk hier nog meer, hert hier links. Ja. Dit is 810 meter hoog. Oh, dus we zijn alweer 100 meter gestegen. Ja. Nee, dit was 97 of zo. Maar kan je zo beschrijven. Zo. Kijk jongens, Col Madlena is open. Oké, 11:36. Nou, maar ik heb hem. Hij staat er goed op mijn hoofd. Ja, zeker weten. Ja. Prachtig gezicht. Het wordt wel iets lichter, mijn hoofd. Ja, dan. Laten we daar nou in geloven. Ja. Want zij gelooft in mij. Kijk eens die herfstkleuren, mensen. Bijzonder toch? Oh, dat is zo mooi. En weet je, ja. Oh, die zei al van dat filmpje van gisteren. Had ik veel te veel langs de weg gezien dat we aan het rijden waren. Oh, kijk dan hoe die rivier heen en weer. Jeetje. Maar dit zijn zulke mooie momenten, jongens. Dat ik wil die gewoon met jullie delen. Kijk dan, nou, die meneer die moet nog een stukje. Jeetje. Maar die nou is waar de auto die daar staat. Hè? Kijk, Jacob is hier even gaan staan, want zijn walkie-talkie was gevallen. En nou hoor ik, nou hier staan, hoor ik dat we... Oh, zo, kijk dan. Jeetje. Wow. Jeetje, Mina. Dat is gaaf. En kijk, en Mago die zegt, ik ga even het hoekje om. Je moest even daar een foto maken van dat dorpje, denk ik. Kijk, en daar... Moet je kijken, daar komt het van de berg naar beneden. Wow! Vind je gek dat dat riviertje zo wild is? Kanon, wat een mooi gezicht is dit, zeg.
En gelukkig dat we hier eventjes konden stoppen. Hey, kijk nou eens. Gekept. Kijk dan jongens, wat een berg. Alsjeblieft. Ja, mag ook. Ja. Kijk wel wat ik doe hoor. Zagen 700... jullie die rotsen? Kijk, je gaat 700 meter klimmen. Ja. Nee. Ja, ja. Heb ik eigenlijk nog een baantje gezien. Ja, ik ook nog niet. Jij zei dat het een ski gebeuren was. Ski hoort hier, ja. Ja, we gaan kijken, dat zien we wel uit. Verder kun je staan. Nee. Oh jawel. Nee, ga dat nou niet. Nee. Wacht even. Hou eens vast. Ja. Kijk dan mensen. Wow. Het water buldert naar beneden. Prachtig. Wow. Kijk dan. Ja. Frans. Over een kilometer. Yeah. Dan moet je hier een screenshot van maken. Ja, prachtig. Mensen, we staan op de Col de Maddalena. Maddalena. Bien tutti. Dat betekent tot ziens. En we zijn er. On top of the world! Dat was leren, want kijk dan, Frankrijk. Frans. Departement de Haute-Provence. Okay. Frans, vive la France! Hey, we zijn er weer. En kijk eens jongens daar voor je. Nou, dat is toch ook toevallig. Zon! Kijk nou mensen, wat een helden! Jezus, hoe krijg je ze voor elkaar? Ik moet er met z'n tweeën tegenop. En hun doen het op de fiets. Ja, wel met z'n tweeën. Ja, alleen. Nou, ik moet er niet aan denken. Nou, kan niet. We stoppen heel even. Ho. Even op mijn hand hebben. Kijk, je zit nu al op 2000. Ja, ja. Nou mensen, ik ben even gestopt. Kijk. Daar zat de knaus.
Jacob die is doorgereden, moeten jullie kijken. Wat een bergen. En overal heb je van die waterstroompjes. En wat jullie nou ook horen op de achtergrond, kijk. Dat is er ook eentje. Daar. Kijk, die loopt ook helemaal daar naar omhoog. Hier. En dan gaat hij hier zo langs. Kijk. Even kijken. Naar beneden. Oh, wat geweldig. Wat geweldig, man. Kijk jongens, en daar komen die fietsers aan. Hij begon. Daar komen die fietsers aan. En weet u wat helemaal mooi is? Kijk eens. Daar op de achtergrond. Dat is echt sneeuw. Bijna eind oktober, er ligt er al sneeuw. 20 oktober, jeetje. Ja. Over 10 dagen zijn we thuis. Oh nee, daar moet ik niet aan denken. Oh. En heb je mooie foto's gemaakt? Oké, okay, gaan we weer verder. Even kijken of we Jacob kunnen inhalen. Even 120 slaan om me, Mago. Even 120 slaan om me. Ik maak een grapje. Kijk dan, ezels. Nou mensen, we zijn op de top. 21.20. Ja, terwijl er op de kaart 21.09 staat. Nou, dan moet je zo zelf maar even bij de foto's kijken. Kijk jongens, dit is een skioord. Dit wordt een skioord. Wordt een skioord. Ja. Leuk. Allemaal huisjes aan het bouwen, ja, zie je dat? Ja, ja. Oh, daar hangt al kerstverlichting, dus dat is allemaal al... Oké. Denk ik maar huisje ja, bijgebouwd. Daar staat een eenhoorn op een balkon. Ja. Allemaal skis. Eet de spar. Ja, die gaat, alles gaat natuurlijk open straks. Dus als de skiën, als de sneeuw ligt. Te huur. Ja, hier leven ze van natuurlijk. Oh, leuk. Kijk mensen, hier zo, stoeltjeslift. Zien jullie? Hier. Oh, nou kijk, gaat helemaal daar naartoe. Recht voor ons, weer sneeuw. Wacht even hoor, even een goed momentje. Ik zit tegen mijn ook stop eventjes. Dit is zo bijzonder. Kijk, je ziet daar het dal. Zien jullie daar? Daar. Daar is het dal. En kijk eens, daar zie je daar op de achtergrond. Sneeuw. Is het geen plaatje? Kijk, mijn oom maakt met de fotostel foto's. Ho! Hallo? Hobbeltje hier. Nou jongens, we nemen de afslag van de weg af. En dan is hier het meertje. De schaapjes zijn helemaal vies. Dat gaan we gewoon. Kan dat nou? Nou, wat denk ik. Parkeren. Ja, dat parkeren. Nee.
naar de parking gingen. Ja, dat zag ik. Tenminste, aan zijn arm gebaren zag ik. Alsjeblieft. Dankjewel, schat. Nou, je staat er weer te ver vanaf. Nee hoor. Hier. Nou, alsjeblieft. Water, wc. Wat? Stroom. Ja, daar moet je muntjes in gooien. Dat is weer nieuw. Hier staan we, kijk. Mago gaat de satelliet meteen proberen. Die wil straks het nieuws zien. En kijk jongens. Oh. Wat een pracht, hè. Het was ook Provence Côte de Alpes en de Provence. Nou, dit is dan die camping municipaal. Ja, dat is nou ook helemaal dicht natuurlijk. Nou, hij is nog wel open. Plaatje de Chanterrenne. Ja. Kijk, liever op dat... Ja, we stonden net bij de Knaus. En toen hadden we niet zoveel wind. Maar je komt hier op de open vlakte en dan komt hij over het water heen. Nou, dat is een aardig windje hoor. En Mago die loopt daarheen, want die wil kijken wat daar is. Maar ja, ik kan je natuurlijk wel weer verzekeren, dat is al lang afgesloten allemaal. Dus. We zitten hier te kijken en we denken van, hé, wat horen we nou? Jezus! Kijk dan, er komt de hele schapenkudde aan. Ja, Mago! Mago! Kom eens kijken! Jezus, nog meer joh. Oh, kijk, die nou in die dennenboom zitten eten. Die heeft een grote bel om zo. Om ze, nee. Nou, ze hebben niet allemaal een bel. Nee. Hey, ik ga met je mee. Ja. Ik ga met je mee. Het rare is dat je ziet helemaal niemand erbij. Nou mensen, ik zit me goed te laten zien over dat wij de Alpen overgegaan zijn. En dat we naar de grens van Frankrijk zijn overgestoken. En dat is het laatste stukje bij het meer waar we staan. Kijk, dat is, laat ik net zien. En Mago zegt van, hoe sluit je dan af? Ik zeg, ja, we hebben eigenlijk nog niet afgesloten. En daarom gaan we het nu afsluiten voor vandaag. En dan gaan we morgen, of ja, in de volgende video gaan we laten zien hoe... Dag 2. Ja, dag 2. Hoe we op dit plekje terechtgekomen zijn. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, eigenlijk een beetje uit de Alpen vandaan. Ja, maar daar heb je wel 2 dagen over gedaan. Ja. Want morgen gaan we verder en dan is het meer wat vlakker. Morgen gaan we net boven Dijon. En we zitten nu net naast Lyon. Ja, hoe heet dat plaatsje? Brigon of zo, weet ik wel. Ja, nou ja, goed. Heel leuk plekje. Ik heb het in Polarsteps neergezet. Oké, dus mensen, we sluiten nu af. Tot de volgende vlog. Ja, en we weten niet wat voor datum en wat voor titel er krijgt. Want het gaat allemaal een beetje lastig nou. Ja, het gaat heel lastig. Wordt er een beetje te veel. Ja, het wordt een beetje te veel. Voor jullie. Jullie gaan het zien mensen. Tot de volgende vlog. Doeg. Doei. Zwijven. Oh, had ik al gedaan nee, hoor. Nee, zo juf Johanny toch? Nee, dat is al heel oud. Dat is antiek. Ja, maar die mevrouw die schreef, van, dat vond ze juist leuk dat je de juf Johanny nadeed. Ja, maar dan moet je het niet te vaak doen. Dat is niet leuk. Oh, oké. Okay. Ja? Doeg. Okay.